Breda Nu. Je weet het meteen. Goedendag Breda, ik ben Bart de Wit en welkom bij het weekoverzicht. De populaire kinderboekenschrijver Andy Griffith kwam maandag langs in de Grand Theater in Breda om zijn nieuwe boek in de Waanzinnige Boomhut-serie te lanceren. Deze Australische auteur is buiten zijn fangroep waarschijnlijk het best bekend door de geanimeerde televisieshow What's with Andy. De kinderen konden hun knutselkunsten laten zien, kregen de tijd om Andy vragen te stellen en konden hun nieuwe boek laten signeren door de man himself. Wij gaan een boek ophalen met de handtekening van Andy Griffith. Oh, wat voor boek is het? De Boomhut van 91 verdiepingen. Lees je veel van zijn boeken? Heel veel. Ik heb ze tot nu toe allemaal gelezen. Ik ga zo dit boek kopen. Eigenlijk op alle bladzijden heb je wel een plaatje. Andy en Terry maken ook al hartstikke grappen, hartstikke leuke grappen en zo. I could only write really silly ones. And I just thought, who would want to read these apart from me and my friends? So, this is a dream come true, really, that I can write these crazy stories and have so many people excited to read them. Voor basisschoolkinderen was er deze week veel te doen. Het Breepark wil haar eigen producties en evenementen opzetten voor alle leeftijdsgroepen en vandaar het Stuiterfestijn. Een grote loods werd volgezet met springkussens, torens en stormbanen. En dan werd op vrijdag 16 februari in het Chassé Theater het Taartrovers Filmfestival geopend. Het evenement duurde 3 dagen en legde de nadruk op creativiteit. De kinderen konden knutselen, tekenen en stempelen terwijl entertainment en muziek werd verzorgd. We zijn een filmfestival, we doen het al langer. En we willen heel graag kinderen inspireren en uitdagen om echt zelf aan de slag te gaan en zelf te gaan ontdekken wat ze leuk vinden en zelf te gaan knutselen of creatief bezig te zijn. We zijn begonnen in Amsterdam en we zijn eigenlijk ieder jaar steeds groter geworden en steeds een stad erbij. En dit jaar hebben we 10 steden die we aandoen, dus waaronder Breda. Superleuk! En wat vind jij het leukste dat je tot nu toe hebt gedaan? Ik denk de snoepdingetjes maken, zo'n snoeptekening. Er was een kleine ceremonie waarbij letterlijk en figuurlijk het startschot werd geluid voor het toekomstige International Campus waar 2 scholen worden gevestigd. Het betreft de samenwerking tussen het Mencia de Mendoza Lyceum en het International School Breda. De scholieren verzorgden live muziek om de start te vieren. Een grote uitdaging is, het moet allemaal groter. Hè? En de trein waarop het hier gebeurt, de trein van Mencia en de ISB, wordt niet groter. Dus je moet uiteindelijk meer ruimte hebben voor meer leerlingen. En door juist samen te werken, door niet allebei een aula te hebben, door samen gebruik te maken van dingen, kun je dat realiseren. En daar ben ik trots op. We zeggen Breda brengt het samen. Nou, hier brengen deze 2 scholen het samen. Maar dat zijn niet de enige scholen die druk bezig zijn met de samenwerking. Het Avans en NATV zijn samen een duurzaam initiatief begonnen met de gemeente om een groep elektrische auto's te gaan gebruiken. Deze zullen gebruikt worden door het personeel om de CO2-uitstoot te verminderen. Laten we een kijkje nemen naar de onthulling van de nieuwe elektrische auto's. Minder auto's hebben, die auto's beter delen, dan wordt het ook een stukje rustiger op de weg. En dat is wel belangrijk. We zitten hier aan de Claudius Prinsenlaan, zo'n drukke weg. En als je zeg maar in de mobiliteitsmodellen helemaal gaat doorrekenen hoe het er hier over 10 jaar voor staat, op basis van huidige gebruik, dan staat het waarschijnlijk gewoon vast. Dus je zult met nieuwe concepten, en dat kan meer doen op de elektrische fiets voor de kleine stukjes, maar ook meer met deelauto's werken. Dat heeft uiteindelijk ook gewoon een heel positief effect op de doorstroming. Buiten dat het gewoon ook goed is voor de duurzaamheid. Au. Pokeface boom. In het Chassé Theater werd de beste Bredaanse sporters van het jaar 2017 bekendgemaakt. Tevens kreeg Cor Nachtzaam een onderscheiding. De sportpenning van de stad Breda voor zijn jarenlange inzet. Hij is namelijk al actief sinds 1969. De sportpenning van de stad Breda, een gouden draagspeld, bestaat sinds 1962. De penning wordt alleen op voordracht en ook niet jaarlijks uitgereikt en is alleen bestemd voor de Bredanaars die zich op bijzondere wijze
hebben ingezet voor de sport in Breda. Het voelt echt tof om toch wel een prijs te winnen. En ja, ik had het niet verwacht, maar aan de andere kant ook wel. Want ik heb wel geprobeerd zoveel mogelijk mensen en kennis, familie te laten stemmen. En dat is uiteindelijk wel gelukt. Dus ja, en het was al een hele eer om hier te mogen staan. Dus ja, goed gevoel. Nederland vergrijst en bezuinigt. En om de gevolgen hiervan tegen te gaan, hebben 40 Bredaanse restaurants geld opgehaald en dit aan stichting Eet Met Je Hart overhandigd in bijzijn van burgemeester De Pla. Afgelopen donderdagmiddag was het enthousiaste team van Met Je Hart druk in de weer om de ouderen even lekker in het zonnetje te zetten. Veel ouderen onderhouden maar weinig sociaal contact en zulke ouderen worden dan persoonlijk uitgenodigd. Het mooie is dat het bij dit project niet gaat om een eenmalige ontmoeting, maar om een langdurig en wederkerend proces waardoor de buurtgenoten regelmatig contact met elkaar onderhouden en blijven onderhouden. Nou, Stichting Met Je Hart organiseert dus structureel waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Zelfstandig wonende kwetsbare ouderen, dus ouderen die nog achter hun eigen voordeur wonen. En om een idee te geven, vorig jaar in 2017 hadden we een soortgelijk bedrag opgehaald, ook rond de 13.000 euro. En daar hebben we 67 waardevolle ontmoetingen van kunnen organiseren in één jaar. Dus dat is gemiddeld 6 keer per maand. En we hebben al onze 120 ouderen die bij ons bekend zijn minimaal 10 keer mee kunnen nemen. Dus 10 keer een contactmoment kunnen geven. Samen met Instagram-accounts In Breda en I Love Breda hebben we een foto van de week. Elke week kijken we welke ingezonden foto Breda het mooist weet vast te leggen. Ben je zelf ook op pad geweest met je camera? Wees niet bang om je mooiste kiekjes door te mailen naar redactie@bredanu.nl of geef een reactie op de Instagram-account van In Breda of I Love Breda. Deze week werd de foto aangeleverd door I Love Breda. Op de foto is de mooi verlichte watertoren aan de Wilhelmina-singel te zien. Tot zover het weekoverzicht van week 8. Volgende week zijn we weer met een nieuwe foto en de laatste nieuwtjes en highlights van in en rondom Breda. Fijn weekend en houdoe! Breda Nu. Je weet het meteen.